ik vind het gewoon het mooiste feest van het jaar. Kerst is mooi, alle andere feesten zijn mooi, maar dit, wat is er nou nog mooier dan blije gezichten, opwinding, rode wangen. Ja, ik vind het iets magisch hebben. En omdat de Sinterklaassfeer in het dorp volgens Anita ver te zoeken is, doet ze samen met vriendin Klaasien een oproep op Facebook om meer huizen en winkels te gaan versieren. Alle winkels waren zo mooi verlicht en ja, mooi verpakt en leuke Sinterklaas. Zelfs paarden kwam je tegen in de etalages en het kon niet gek genoeg. En ik vond dat zo jammer dat dat steeds minder werd. Klaasien en Anita zijn blij verrast als winkeliers enthousiast reageren. Top dat je meedoet. Maar dat heb ik zaterdag ook meteen gezet. Ik vind het ook leuk om mee te kunnen doen. Ja. Hoe komt het dat het de afgelopen jaren wat minder is geworden? Ik denk nou, als je commercieel gaat denken, dan hebben wij, zoals ik, heb niet zoveel als Sinterklaas. Maar je moet niet alleen aan commerciële denken, je moet ook aan het leuke denken en de kinderen denken. En dan moet je meedoen met Sinterklaas. Kijk hier. Het is toch helemaal geweldig dat ze meedoen. En ook de lokale kebabzaak doet mee. Dat is traditie van Nederland. Vinden we gewoon, daarom vinden we gewoon allemaal leuk. We hebben alleen maar deze gevonden. Hadden we gewoon thuis eigenlijk. Dus gaan we straks nog meer verzeren. Het komt weer terug. Gelukkig. Nou, want heb je het zelf ook een beetje gemist? Ja, best wel. Eerst was er allemaal cadeautjes hingen en lichtjes. Maar eigenlijk is het best wel leuk. Ik bedoel, hoe meer hoe beter, ja. Ja, ik hou ervan. Ik krijg er weer zo'n huppeltjesgevoel van binnen. Nee, gewoon leuk. Het is gewoon geweldig. Gezellig. Gezellig. Beetje de magie terug.